Zo, welkom op Gastropedia TV. Mijn naam is Sunil Bahadur, chef-eigenaar van restaurant De Lindenhof. En wij gaan wat moois voor je maken. Dus eventueel met seizoen gebruik ik altijd een Oosterschelde kreeft. Maar dat is er nou niet. Maar ik wil die gerecht toch laten proeven. Want het is een van mijn signatuurdish. Dus een cultuur. Cultuur gaat het om bij mij. Een gemixt met de Franse keuken. De basis natuurlijk, hoe je kreeft afkookt. Hoe je alles opzet, de groenten blancheert, een mooie vinaigrette maakt en smaak. Ik hou van smaak en product, dus dat ga ik je ook laten zien dadelijk. En heel veel culturen, Japans, Chinees, de Hindoestaanse cultuur zit erin. We gaan met kousenband werken, vinaigrette van kousenband maken. We gaan ook een beetje een onrijpe mango gebruiken, wat mijn moeder in de keuken gebruikt om die frisse smaak neer te zetten. Dus we gaan lekker koken. We hebben de kreeft. We gaan die in 3 minuten stomen. Dus, we hebben al een hele mooie garnering al neergezet voor u. Je kunt ook de kressen gebruiken, wat je wilt. Als maar een niet te uitgesproken smaken zijn. En dat is heel belangrijk, want anders verlies je een stukje van de smaak. Sowieso een pinda. Wij maken pindasaus, dus die branden we aan. En die zorgen dat we een soort crème van maken om een dressing te maken. Dus we gebruiken de Japanse pinda. Daar zit een klein beetje Madame Jeannette in. Daar zit een knoflook in, pepers, dus die vijzelen dan, dat hebben we dan. We hebben een salade van pichel. Pichel is eigenlijk, dat komt van de Japanen uit. Dus eigenlijk is dat een luchtige salade met kousenband, een kool, pindasaus. Een beetje een luchtige salade is dat en het is gezond. En die hebben wij dan ook gemaakt. Dus we gaan een prachtig gerecht van maken. Dus een beetje krokant gemaakt van furikake. Furikake is eigenlijk een mix van een Japanse mix van zeewier. Dus we hebben de mango, zeg maar. De mango hebben we uitgestoken. En dan gaan we dat een klein beetje een mirin inkoken. Mirin is een azijnsoort van Japan uit weer. En een klein beetje zout erin, op laten koken en even erin leggen voor de smaak. Dus dat komt ook goed. Een beetje een broodkruim gemaakt van panko. Met een klein beetje een curry eventjes lichtjes gebakken. Dus en we hebben een gepofte rijst. Dus de wilde rijst hebben we gepoft. Gewoon een klein beetje een zonnebloemolie en dan even laten poffen. Dus dan krijg je dit soort een gepofte rijst. Het lijkt op maaien, maar het is het niet. Daar gaan we tegenwoordig naartoe, denk ik, hè? Bijna. En dan een vinaigrette gemaakt. Vinaigrette, dat is van kousenband. Dus gewoon een kousenband en de sapcentrifuge doen. En dan daarmee, en dan op basis van, zeg maar, gewoon een French dressing maken met shallotjes. Een 1 deel azijn. En dan 3 delen en de sap, zeg maar, van het kousenband. Beetje peper en zout. Lekker. Zo, we hebben de kreeft hier. De schalen en van de kreeft en alles, daar kun je echt een mooie hakken, een mooie saus van maken. Oftewel een bisque van maken. Een beetje een crunchje aanzetten. En dan kun je dat ook gebruiken. Bij ons op de zaak gebruiken wij gewoon alles. Dus ik denk dat je dat thuis ook kan doen. De schalen doe ik eventjes nog 2 minuutjes langer stomen. Dan gaat die makkelijk eraf. De schalen zie je, deze.
Doe even erin. En je kunt ook op een plankje afstomen, dan blijft die staart recht, maar ik snij hem heel even in. Zie je, dan blijft hij recht staan. Op deze manier. Kijk of de scharen al gaar zijn. Of los kunnen halen. Zo. Kijk, ik tik hem een... Zo weg. Zo, pak je dit. Dan ga je niet gelijk uittrekken, een paar keer doordraaien. Krijg je dit en dan, zie je, dan krijg je dit er heel mooi uit. Welkom bij Martin van Esse Exclusieve Kuikens. We hebben de kreeft hier, kreeft, allemaal netjes gedaan. Dus wat we doen is een klein beetje zout. En op het... Een beetje peper erop. Een prachtige olijfolie die we een klein beetje over de kreeft heen doen. En de vinaigrette die wij gemaakt hebben van die... Van die kousenband, die doe ik ook een klein beetje in lakken, zie je? Dan krijg je echt die smaak erin nog. Dus nou ga ik het bord opmaken. Ik heb die een furikake, of nee, dit is de kikkererwten. Op deze manier hier. Ja, en dan heb ik de salade gemaakt hier. In een ringetje gedaan, zie je? En dan trekken we dat op deze manier weg. Als je een cocktail, stamper hebt. Dan werkt dat makkelijker. Thuis. Hier heb ik een crème van avocado gemaakt. Zo. Die mango. Op deze manier doen we die hierbij. Zo. Denk je, ja, hij werkt niet met radijs en dat soort dingen. Nee, dit is mijn stijl van werken met andere smaken, met andere beleving. En dat maakt het juist mooi. Gel van een limoen. Voor die frisheid te krijgen in het gerecht. En dan hebben we natuurlijk de wilde rijst die we gemaakt hebben. Dus gewoon lekker poffen in een pannetje doen. Met zonnebloemolie. En dan krijg je dit. Lijkt heel veel op meelwormen, maar dat is het niet hoor. Zo. Dan hebben we hier de pindacrème, dus pinda gebrand. Knoflook, uien en een klein beetje Madame Jeannette gevijzeld. En dan door die pinda heen en even opgedraaid, weet je wel. Dan krijg je die smaak van die pinda erin. Ondertussen gaan we de kreeft heel lichtjes en warm maken. Niet te heet maken alsjeblieft. Ik heb de oven hier staan op 180 graden. Je kunt ook iets lager doen als je wilt, maar heel eventjes maar. Het gaat erom dat de kou eraf is, dat je niet een koude kreeft gaat eten met deze gerecht. Want dan is die helemaal niet lekker. Dus op deze manier maak ik het even warm. Op deze manier. Doe je hem hier rangschikken. En dan een mooi stuk schaar erbij. En dan heb ik die crunch met die kokos en die curry en dergelijke. En dan op deze manier een klein beetje zo laten vallen.
En dan hebben we dressing. Niet zo kwakken, maar wel heel subtiel. Zo met die, op deze manier. Zie je, dan mag je hem lekker laten vallen, want hij is echt lekker met het gerecht. Kijk, en dit is mijn gerecht. Dit is kreeft, zeg maar het Oosterschelde, sorry. Met het kousenband, de salade pietjel, zeg maar. De gepofte rijst erbij. Het hummus die we gemaakt hebben van kikkererwten. En dan die vinaigrette van die kousenband. Ja, dat zijn gerechten die het doen. Daar zit smaak in en het wordt cultuur gebruikt. Ook de pinda die erbij zit, dan ja, denk je heel raar, maar salade pietjel is gewoon met een pinda. En eigenlijk is dat een prachtige salade en dan het kreeft erbij, geeft hele mooie smaak. Alsjeblieft. Lieve mensen, kijk voor meer van deze prachtige recepten met topchefs naar Gastropedia TV. En u wordt alleen maar enthousiaster. Gaat je goed.